Hallo allemaal en welkom bij de tweede Cover Podcast met dezelfde gast als vorige week. Logisch, het is de Cover Podcast, dus co zonder ver. Ja. Ja. Gewoon elke aflevering beginnen we gewoon even met een Ja. Alweer Remco, dit is al de tweede keer. Ja, wat is er nou mis mee? Gaat dit niet ongemakkelijk maken, alsjeblieft. Okay, ja, ik heb dit keer gameplay gedaan, omdat we de Oh, hé, ik heb een ander hoofd, wacht even. Omdat dit de vorige keer, ja, je weet, ik ga het probleem niet nog uitleggen, ik heb het zo vaak gedaan. Nee. Oh, je bent nou wel aan het gameplay opnemen ook? Ja. Oh, oké. En als je het niet doet, zie je gewoon sommige frames, dan zie je gewoon een soort van foto's. Ik veel, ja, ik zie het wel of het werkt of niet. Ja. Ja, oh. Maar goed, zullen we gewoon gelijk beginnen? Dit keer. Ja, waarom niet? Oké, okay, nou dan beginnen we met een klein simpel opwerkje. Want er is vandaag ook weer een nieuwe snapshot. De dag van de podcastopname. Is er een nieuwe snapshot uitgekomen? 20W17A. Jij hebt er al een video over gemaakt, als het goed is. Ja, staat ook al online. Ja, die is ook al upload. En ik denk, vergeleken dat het was niet heel veel in de dingen, denk ik dat ze best wel ver klaar zijn al. Dus. Ik denk zelf dat de release van 1.16 niet ver meer is. Ja, dat klopt. Ja, ik moest gelachen, want ik zie daar een bij. Ja. Zie je een bij? Ook wel. Ja, het is net wel denk al bijna klaar, ja. Ze missen nog een paar dingen, zoals de fletching table. Ik hoop dat ze deze update daar nog aan toekomen. Ja, dat lijkt me ook wel leuk. En misschien, ja, de mountain update. Ze hebben ervoor gestemd. We hebben ervoor gestemd, ik zelf niet. Ik had voor de swamp, jij ook toch, DJ? Ik had Swamp gekozen, denk ik. Ja, ik had gewoon een chessboot en, ja. Oh, chessboot. Gewoon, dat is reizen veel makkelijker. In ieder geval. Ja. We denken wel dat de update bijna klaar is. Het was een kleinere en een meer changes en bugfixerig update dan een edition update. Ja. Dus ik wil op zich wel dat ze er ja, bijna klaar mee zijn, denk ik. Ja, we zullen er maar niet op gaan wedden. Dat is geen goed idee. Nee, ze kunnen nog drie weken maar de doorgaan. Kansen die zijn groot, denken we wel. Dat klopt. Dat is zeker. Ja, en dan? En dan, even een ongemakkelijk stilte. Nee, geitje. Maar goed, nou. Wat even een klein simpel tussenvraag, een beetje. 1.16 komt. Wat denk jij voor 1.17? Wat zullen ze gaan doen? Of dan voor de snapshots van 1.17. Mijn theorie is dat ze de mountain update doen ze 1.17. De berggeitjes. Ja, dat is snowier snow. En dan doen ze nog een paar dingen toevoegen, zoals dingen wat misschien vragen, kleine small update. En dat ze daarna 1.18 doen ze de cave update en de rest van de biomes die nog aan de beurt zouden komen. Zoals de desert savanna, swamp en badlands biome. Dat denk ik zelf. Ja, dat lijkt mij ook wel een goede. Even kijken, hoe heet het? Goede conclusie. Ja, want. Of een hypothese, sorry. Goede hypothese. Zelf, ja, of ze pakken ook de rest van de biomes ook 1.17. Maar, ja, ik neem aan dat ze ook misschien wel iets kleiner update voor de kerst. Voor kerst doen en daarna nog een grote update na kerst. Dat hebben ze elk jaar tot nu toe gedaan. Of wat misschien zou kunnen, is dat bijvoorbeeld 1.16 is een grote. Omdat 1.17 misschien gewoon een überhaupt biome update is. Ja, sowieso. De nether update stond bij op de feedback website, stond bovenaan. En nu staat bovenaan de cave update. Dus die gaan ze denk ik nu sowieso wel kiezen als main update voor 1.17. Ja, dat moet bijna wel. Ze hebben het bij de nether update ook zo gedaan. Oké, nou, dat is al best wat informatie op toevoering naar volgende updates. En over toevoering gesproken. Remco, ik heb een soort van uitdaging voor jou. Wat dan? Noem vijf dingen die jij graag in Minecraft wil zien komen in, in toekomstige updates. En probeer zo min mogelijk dingen te doen die ook al in mod zitten. Mag wel, maar zo min mogelijk. Even nadenken. Dan zou ik zelf denk ik wel gaan voor. Het klinkt heel raar, want dit is echt totaal niet wat je denk ik zou verwachten. Niks is raar in dit segment. Oh ja, ik zou zeggen.
pink en purple of magenta en stone. Waarom? Als de vraag mag leiden. Ja, de N staat op bekend om de paarsige, rozige kleuren, vind ik zelf. En het denk ik wel vet is dat ze biomes toevoegen met een andere kleurtje van endstone. Want we missen, vind ik zelf, we hebben in de overworld hebben we stone. En we hebben, even kijken, diorite, granite, andesite. In de nether hebben we netherrack en dan basalt en blackstone. In de end hebben we endstone. En geen andere enkele stone versie. Dus... Oh, op die manier, ja, die fiets. Ja, en als ze dan bijvoorbeeld echt hele eilanden van die maken. En dan... Dat zou wel cool zijn, ja. Gewoon iets meer kleur, dat je ook dus bricks van kan maken. Dat je iets meer kleur hebt, dat je ook iets meer kan doen in de end met bouwen. Want nu gebruiken mensen, ik ga even een retrospec maken waardoor ik endstone en dus endstone eigenlijk sandstone wordt. Snap ik eigenlijk wel, maar wel een beetje zonde, denk ik. Ja. Nou, een goeie. Goeie eerste. Toevoeging 2. Wat zou jou toevoeging 2. Ik zou zeggen dat je een kompas kan maken die wijst naar een bepaalde biome. Oh, een biome kompas. Ja, dat je dan kan instellen. Dat zou heel vet zijn. Dat je in kan stellen, zoals ik wil nu die biome. Als je met ijs nodig hebt of zo, dat je dan toendra kan vinden. Ja, zoiets. Gewoon, want er is natuurlijk een Adventure Time Advancement, dat je alle 42 biomes bekijkt. En ik ben benieuwd of ze 1.16, dus die andere van Nether ook kan toevoegen. Ik neem het aan voor wel, nog niet gedaan trouwens. Ja, waarschijnlijk wel. En ik vind wel dat je dan, wat sommige mensen zoeken heel lang daarop naar de Mushroom Island. En die willen niet gaan opzoeken via een seed website of zo. Dus ik vind dat het wel leuk is, denk ik. Ja, leuk. Oké. Nummer 3 op het lijstje. Nummer 3. Even nadenken. Wat zullen we dan leuk vinden? Laat ik zeggen... Onderwater TNT. Wat ben je allemaal van plan? Nou, gewoon. Die is al in de Education Edition. Op Bedrock Edition. Dus een heel lastig... iets. Ja, waarschijnlijk Education Edition om te laten zien wat er gaat. Ja, dan kun je het dan ook dus onder water doen. Het is gewoon onder water TNT. Waarom niet? Waarom wel? Ja, waarom niet? Goeie vraag. Oké, toevoeging nummer 4. In jouw... Colored campfire met colored smoke. Oké, weinig over uit te leggen. Ja, gewoon. Dus ja, een reden, die kun je uitleggen. Gewoon dat je iets meer wat kleurtjes toevoegt aan je wereld. Want we krijgen sowieso geen colored lighting. Misschien met RTX. Oh, dat is ook wel een goede waar we straks over kunnen hebben. RTX. Oh ja, RTX, daar gaan we het zeker zo meteen over. Want ja, colored lighting krijgen we waarschijnlijk nooit. Alleen met via RTX. Maar dan kunnen alleen maar mensen met een Nvidia... videocard of zo, is die in de richting? Ja, die hebben wij. Ja, ik heb die al, dus dat is op zich wel handig. En ik heb zelf nog niet uitgevogeld hoe ik dat kan krijgen, RTX. Ik niet zoveel zin in eigenlijk, maar... misschien voor later ooit, maar... nu nog eventjes niet. Dus... ja, en dan denk ik nog één feature. Ja, nog eentje. De laatste, de moeilijkste. Nadenken. Ik hoop dat we niet dezelfde gaan hebben nog. Ja. Ik ga even... Je mag ook uit mods, hè? Ik weet het. Waarom? We hebben natuurlijk de skeletten. We hebben de widderskelet. Oh ja, ik weet het man. De widderskelet die dropt bones en kool. Waarom niet widderbones? Waarom niet de widderskeletten horse? Widder... Gewoon iets meer met de widder. Want de widder is gewoon widder, widderskull, widderrose en widderskeletten. Dat is het. De widder, of de skelet heeft nog veel meer dingen. Heeft zijn boomblok, dus eigen widderboomblok. Gewoon iets meer met de widder. Een widderskelet eigenlijk. Iets meer met de widder. Ja. Zoiets, denk ik. Had je daar geen reactie op een video toen van gemaakt? Oh ja. Ja, ik zit toevallig op de Instagram. Ik volg allemaal even op Instagram. Ik zal hem nu zijn zetten. Dan had ik inderdaad vroeg een System Z. That spawns very rarely in Souls and Valley. Ja, en dan vroeg zeg maar System Z, van wat zal je zien in de Nether update? Had ik dat gepost? Dus mag je nog even zeggen wat ik toen had gepost? Want we praten net doorheen. Ik heb nou echt gewoon net weggetikt. Was het naaiend, man? Wacht nou even 3 seconden. Even naar de CoGames-laagstreepje op Instagram. Link zit in. Wither Skeleton Horse that spawns very rarely. In de Sons of Valley, ja, je viel weg, maar ik heb het even afgemaakt. Ja, dat, inderdaad, precies dat.
Lijkt me wel een leuke toevoeging. Ja. Oké. Okay. Nou, mijn lijstje dan. Geloof me, merendeel komt volledig uit de mods. Nummer 1 staat bij mij. Ik ben niet een bouwer. Ik ben niet een adventure. Ik ben niet echt het meest productieve persoon voor Minecraft. Maar Vertical Slabs. Oh, waarom heb ik het daar niet over gehad? Ja. Ja. Ik denk dat het is gewoon heel mooi, vind ik. Ik vind het heel cool. Ja, maar ik kan je vertellen, die krijgen we helaas niet. Heeft Mojang ooit gezegd. Oh, jammer. Maar ja, het is misschien iets, hè. Het is een toevoeging. Misschien heel ooit. Als een andere, als Jet niet meer de maker is van Minecraft of zo. Als het weer verkocht gaat worden. Nee, maar ik denk, wie kan het dan kopen? Wie gaat het dan kopen? Wij gaan het kopen. Definitely. Wij worden de eigenaars van Minecraft. Misschien, ik weet niet wie het dan gaan kopen. Kan kopen. Nou. Zal ik trouwens het eiland kopiëren? Oh ja, is goed. Oké. Okay. Tussendoor praatje. Oké. Mijn tweede toevoeging. Dat vind ik zelf ook wel een moeilijke. Want je hebt natuurlijk heel veel dingen die ik wel er graag in zou willen toevoegen. Maar dan ga ik ook voor echt een biome update. Ja, en welke biome specifiek? Geen. Gewoon alle biomes. Ik wil dat elke biome gewoon iets meer krijgt. Dus je hebt de tundra bijvoorbeeld iets meer. De swamp. Just boats. Ik wil dat allemaal gewoon een klein pluspuntje. Misschien wel een klein minpuntje bij sommigen. Hè, dat het net iets te is. Ik vind dat ze daar echt wel iets over kunnen doen. Mm-hmm. En misschien nou, ik dan, denk dat de maker van Minecraft, die kunnen echt wel iets leuks bedenken. Zo van, oh, daar kunnen wij nou eens toevoegen. Inderdaad, en misschien dan, als je het toch hebt over een soort van biome update. Ik ben nu aan het lullen, want ik was vergeten wat ik wou zeggen. Wacht even. Ja? Ga maar door, misschien kom ik er net nog op. Of zo wel. Oké. Makkelijk dit. De derde toevoeging op mijn lijstje. Het denkbeeldige lijstje dat ik op het moment aan het creëren ben terwijl wij spreken. Kijk ik ook hoor. dat is een goeie. Dirt slabs. Ja. Ik wil gewoon slabs en stairs van alle blokken die. Obsidian. Obsidian. Boeit me niet. Hout, kan. Gras, dirt, steen. Misschien zelfs voor de creative mensen. Bedrock. Bedrock, alles. Waarschijnlijk krijg je wel concrete slabs en stairs. Dat is trouwens wel heel hoog. En die heeft. Willen ze concrete lijkt doen? Me heel geweldig. Dan, oh. Ben jij al de vlag al het kleurtje aan het geven? Mm-hmm. Ik heb niet de bedden. Oh ja, dat is boeiend. Ja, veel te bekend. Ik weet als we wel kunnen zeggen. Dan in de swamp biome, swamp ook groen hout. Dat wou ik zeggen. Dat lijkt me op zich wel zo vet. Groen hout in de swamp. Dat lijkt me ook wel een hele leuke. Ja jongens, ik ben puur een bouwer. Ik wil gewoon meer dingen om te bouwen. Meer dingen. Ah, maar goed. Mijn volgende puntje. Dat is dan toch echt wel veel meer een adventure-achtig iets. En het is niet echt specifiek gebaseerd op more portals en more pitches en de moes en al. Maar ik denk wel dat misschien meer mobs zou wel leuk lijken. Ja, dat was en heb ik niet echt over olifanten en neushoorn. Maar nee. De kikker bijvoorbeeld. De kikker kun je erin doen. Mm-hmm. Ik denk überhaupt ook iets meer watermobs. Misschien iets van een haai. Haai is een beetje moeilijk. Maar... Ja, ze wouden die doen. Of ze wouden die niet doen, zeg maar. We hebben de Guardian. Ja. Dat was een antwoord. Oh ja, daarom. Ja, een beetje realiteit erin brengen. Hè. Mm-hmm. Jij kan echt niks met je vlaggen. Ja. Moet toch allemaal één kant op staan? Oh ja, maar ja. Oh ja. Maar goed, en dan puntje nummer 4 ben ik nou toch? Dan moet ik 5 doen of wat? Ja, 5. Oké, nou komt 5 al. 5? Enchantments. Er kunnen echt nog wel wat enchantments bij, denk ik. Het hoeft niet heel groot te zijn, maar... Bedoel, misschien een health enchantment? Ik dacht zelf aan Soulbound. Soulbound, ja, bijvoorbeeld dat. Ja, voor mensen die weten, maar Soulbound is dan eigenlijk, doet dan eigenlijk... Als je het op een stuk van je armor zet of überhaupt iets, dan als je doodgaat dat je het dan bij je houdt. Het is maar net een betere versie van Curse of Binding. Want bij Curse of Binding haalt het dan
blijft opzitten en dan gaat het daarna ook wel gewoon weg als je dood gaat. Nou, wat ik zou doen is voor de soulbound dat je het wel van je af kan halen. Maar dat al zou je het hebben terwijl je doodgaat, dan nog bij je blijft. En dan zou ik het ook zo'n enchant maken dat heel rare, alleen echt in de diepste dungeons van de dungeons. Dat je alleen daar kan vinden. Zoals in de Bastion, in de nieuwe Blackstone Biome. Ja. Ja, start je dat je daar bijvoorbeeld echt een 1% kans hebt in een double chest alleen. Mm-hmm. Dat zou ik nog wel kunnen overwegen. Ja, zoiets, ja. Nou, dat zijn de persoonlijke toevoegingen wel een beetje. Dus wat wij leuk vinden. En dan gaan we meer, want mijn vakantie, Remco. Je hebt iets gezegd in het begin, of het eind, ja, ongeveer eind 2019, over een live. En ik kwam toen met het goede idee rond april. Het is april en het is mijn vakantie en jij gaat een live. Dat ga ik inderdaad wel doen. Ga je inderdaad wel doen, ja. En we hebben eigenlijk nog heel weinig informatie over de live. Mij in de vorige Koverg podcast al wel bekendgemaakt welke geweldige speciale gasten zullen komen. Dirk, Niels, ik en jij natuurlijk zelf, de streambeheerder. Dat klopt. Dus volg. Goed. Krijgen we misschien een beetje meer informatie over wanneer de kijk, wanneer hoe lang de stream is. Duidelijk. Want ik kom het weekend wel echt gaan verdiepen. Dus oké, hoe werkt livestream? Dus kan waarschijnlijk dan een... Misschien als je de meldingen aan hebt staan, een pop-up. Zo van, hey, livestream. Maar ik wil gewoon echt kijken. Ja, weet ik, maar ik wil gewoon puur even kijken hoe het zelf werkt. Ik help wel. En dan kan je dus in de poppen krijgen, oh, stream, maar dat is niet de echte stream, de stream kondig ik van tevoren aan. En als het dus niet in de vakantie is, dan wil ik wel direct na de eerste week doen dat we weer school hebben. Maar ik hoop dat ik het in de vakantie nog kan doen. Waarschijnlijk wordt het gewoon in de vakantie. Mm-hmm. En hoe lang? 1, 2, 3 uur. Sorry, ik kon niet al te lang. Pak even, gewoon even een goed middagje. Ja, dus dan is bijvoorbeeld zeggen 2 tot 4 of zo. 1 tot 4 meestal. 1 tot 4. 2 tot 4. Ja. Zo nou, daar hebben we al wel iets meer informatie over de Big Boy stream. Yeah. Over de Itcher Boy stream. Kijk, hoppa, daar hebben we al een naam. De Itcher Boy stream. Itcher Boy. Slechte grap. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik ga sowieso. Ik ga proberen wat. Die stream. Om te helpen. Van een survivor's kit. En stinkspray. Why? Recht in Niels' gezicht. Oh nee, oh shit, dat hoort. Hij kijkt er toch niet, man. Hij is zo'n mens en die kijkt alleen maar. Hij is zo'n mens. Hij zegt: Ja, ik ben geabonneerd op jouw kanaal. Ja, ik kijk je video's. En dan geven we hem nog meldingen, hè, langs een Discord server. Komt er nog een melding van: hey, CoGames heeft een video. Ga hem kijken. En dan... Oké, poem, weg. Ja, zoiets. Voor mij wou hij ze ook verwijderen, had hij gezegd. Dat gaat hij even lekker niet doen. Nee. Oh, slecht hoor. Nou, en voor mij hebben we de vorige podcast ook gedaan. Dit wordt wel echt een segmentje. De Corona Check. Ja. Ja, de Corona Check. Het is er weer een weekje voorbij voor de... Zat de week voor mij. Over podcast. In dat weekje hebben wij elkaar ook heel weinig gezien. Ja, vooral weinig gezien en wel op zich. Ja, überhaupt niet gezien. Nee. Een klein beetje maar gesproken. Dus hoe gaat het ermee? Goed, er is geen verandering vergeleken met vorige week. Gewoon nog steeds, niet zoveel te doen. Het is vooral vakantie, dus heb je normaal geen huiswerk of dat soort shit. Ja, dat de tweede week van de vakantie wil ik wel iets gaan doen voor de opdrachten. Ja, maar een beetje. Nou, nu deze week niet, maar even gewoon niks doen vanwege de school. Of gewoon iets te doen met school. Gewoon nee, maar even een week niet. Slimme zet. En voor de rest, ja, niet zoveel verandering. Ik had, zoals je misschien wel wist. Nee, wacht, dat weet ik niet, want dan heb ik uiteindelijk... Die video heb ik nog niet geüpload, het is wel klaar. Wat dat weet je niet, hè? Dat is een lekker geheim. Maar ja, dat was nou dat ik een Minecraft, soort van Minecraft burn-out had. Klinkt heel dom, maar ik had al in de vorige stream gezegd, je moet ooit een burn-out hebben, dan kom je direct beter terug. Ik had het een keer ja nee, ik kwam inderdaad een beter soort van terug, maar ik ging niet zeg maar direct weer bouwen. Ik kwam gewoon hier terug en ik ging
terwijl ik in mijn eigen survival een Pikmin farm maken. En ik heb een tour gemaakt in mijn wereld. Toen de twee afleveringen. Die komen als een bonus in de survival afspeellijst. En die komen waarschijnlijk zaterdag en zondag online. Of iets in die richting. Ergens richting het weekend. Ja. Dus mijn persoonlijke survival. Dus niet de survival die ik dus wil om op te nemen. Die een keer een jaar een stop had. Want toen ben ik die survival begonnen. Wat ik daar allemaal nog beter uitleg. Goed zo. Nou. Mijn situatie is ook niet heel erg. Ik zit nog steeds thuis, helemaal in mijn eentje, in mijn sweatpants. Zit ik nog zak wokkels leeg te vreden? Nee. Nee, het gaat goed. Zoals Remco nu eigenlijk al laat screenen, dit is nog steeds maar. Inderdaad, nog steeds waar wij aan het bouwen zijn. Daar ben ik vooral mee bezig geweest. Ik heb zelf ook een minor Minecraft burn-out gehad. Kleintje, maar niet heel veel, vooral in verband met programmering en dat een computer die snapt niet dat als het moet werken, dat het dan ook moet werken. Die doet lekker zoals hij wil, hè? Ja. En voor de rest gaat ook goed, thuis situatie is ook gewoon top. Lui, nog steeds, niks veranderd. Dus. Ja, ik ben ook nog steeds lui. Geweldig. Ja, op zich wel lui. Goed. En dan weer terug naar het Minecraft gedeelte en ook weer terug naar zou zijn 10 minuten geleden gesprekje. RTX. RTX. RTX, ja. Hoe je het ook wil zeggen. En zo is het vast zien voorbij komen bij Mumbo, Green, Iskel misschien. Duncan, dus de Nederlandse YouTuber. En voor de rest heeft niet zo echt heel veel mensen het over gehad. Wel, misschien Chroma Tech als je survival kijkt. Had een shader survival, of had eens een survival shaders gebruikt. En zei, ja, RTX wil ik wel proberen. En ik weet het niet hoe. In ieder geval, RTX is een Minecraft shader. Die dus Minecraft zelf heeft toegevoegd voor helaas niet de Java Edition. Die is alleen maar voor de Windows 10 Edition. En je hebt daar een soort van colored lighting. Schaduws werken goed. Weerspiegelingen. Dus een soort van, hoe heet die dingen ook weer? Spiegels. Lichtfragmenten. Lichtfragmenten ook inderdaad. Het is gewoon heel erg vet. En ik zou de post in de beschrijving zetten van Minecraft.net. Dus als ze het daarover hadden. Zou ik even proberen te onthouden. Ja. Over de rest. Ja, ik ben er nou niet aan bijhouden wat ik allemaal in de beschrijving. Nee, maar dat doe ik zelf allemaal nog wel onthouden. Ik heb niet zo heel veel. Ja. Gewoon een beetje dezelfde dingen als vorige week. Niet veel veranderd dus in de week. Ja, wat kan er veranderen als er niks. Ja, mag veranderen. Sommige mensen hebben ook gewoon altijd, als ze een podcast doen over Minecraft, hebben ze altijd wel een week een onderwerp waar ze misschien een uur over kunnen praten, een half uur of zo. Ja, wij hebben het gewoon over alles en nog wat. Ja, en is er misschien nog een onderwerp waar we het over kunnen hebben? Ja, jij wou het nog wel ergens over hebben, hè? Dat was ik helemaal vergeten. Wat zijn er? Check het lijstje. Ja, ik weet het weer. Namelijk over wat DJ vanaf nu pas kijkt. Echt pas, hè. En ik al heel mijn leven. Nou, dat is niet waar. Maar het gaat over Star Wars. En de Star Wars haters klikken nu weg. Doei, Dirk. Nee, Dirk kijkt ook Star Wars. Doei, Niels. Ja, Niels die gaat zeggen. Maar die, ja, weet ik veel. Die kijkt het niet. Nee. Maar, die kijkt De film. Laten we gewoon even misschien even elke film af. Ja, je hebt dan niet alles gezien, maar ik ga er gewoon. Ik heb er nog maar 2 gezien. Ja, ik ga ook even af. Ik ken ze wel. Ik ken wat er gaat gebeuren al. Dus heel veel filmervaring zal ik niet echt hebben. Maar gezien niet echt. Nou, Phantom Menace. Episode 1. De film waar niet over gesproken wordt. Heel veel mensen denken, wat een... Ja, ik vond dat. Film. Ja, een film, zeg maar. Ik zeg het niet eens. Maar, die film zelf, het is wel leuk, alleen staat wel, hij is helemaal wel goed, staat niet hoog op mijn lijstje, zeg maar, van de top Star Wars films of überhaupt content. Nee, niet maar zo. Ik vond het wel leuk, want ik had hem gisteren om 9 uur of zo ging ik hem kijken en om 11:30, kort voor 12 s'nachts, toen zat ik nog achter mijn computer, zat ik nog film te kijken. Ja, met een cornetto ijsje, man. Wat? Toen nog? Ik ging er helemaal los, joh. Ik zat helemaal in de film. Door de Rings!
Heel veel mensen haten die film om hem. En ook een beetje om de manier hoe Anakin in die film werd neergezet. Ja, maar het ding is, hij wordt voor een groot deel best wel dom kind. En opeens, op het moment... Spoilers. Spoilers. Gewoon een spoiler alert. Vanaf nu spoiler alert. Nu komen spoilers. 3, 2, 1. Op het moment dat hij in, in space is, met het spaceje waar hij eigenlijk in moest verstoppen. Mm-hmm. Hey, knopje, klik. Op een gegeven moment merk je echt van, wow, het is echt een hele professionele acteur of zo. Hij komt met woorden, hij doet allemaal acties. Maar tegelijkertijd maakt het ook weer een beetje onecht. Ja, omdat opeens iets zo serieus dat je gewoon merkt van, oké, dit is gewoon een acteur. Ja, qua in het, zeg maar, acteur, ja, snap ik je, maar in het verhaal is hij wel een van de goedere piloten, zeg maar. Ja. Dat hij daarom in één keer zo goed kan vliegen en schieten en zo. Ja, en het is gewoon wat ik zelf vond... Ah, Dirk George Circle. Ja, hij gaat mij berichten, dat weet ik nou al. Maar goed, wat ik dan wel iets vond, nog, is... Ja, ik ben helemaal weer afgeleid naar DM. Ja, hij is echt... Ja, hij heeft mij al een bericht gestuurd op Discord. Kijk, Discord. Ja, sorry. Sykes zie dit ook wel, want het beeld zat aan. Ja, maar goed. Wat hadden we dan over? Oh ja. Het moment dat... Toen bleef stil. Shit. Wat is er? Ah, Dirk, echt. Oh, wat wou ik nou zeggen? Ja. Oh ja, het moment dat Darth Sidious opeens zei van I have my apprentice Rey. En opeens komt Darth Maul gewoon eventjes even het hologrammetje binnengelopen. Zo van, hallo, ik vind zijn tanden zo lelijk, joh, zijn hoofd. Ik denk echt van, wat is dit? Wat is dit? Dit is geen alien of mens. Dit is niks. Ja. Dat hoofd gewoon zo van... Zo van, ik kan... Dat is een of andere wild mormel. Nou, maar goed. Qui-Gon Jinn dood. Qui-Gon Jinn dood. Ja. Ik moest een traantje pikken, oké. Okay. Ik ben... Echt? Ja, ik vond het wel zielig. Want het was gewoon Obi-Wan Kenobi. Staat achter zo'n laser ding. Gewoon hulpeloos te kijken. Dat is gewoon kut. Ja, nu, ik zit nu te denken op de eerste... Dat de eerste... was het enige moment dat ik moest huilen in Star Wars. Toen dacht ik even net aan... Geen spoilers. Nee, ga ik niet zeggen waarom. Okay. Dat was echt gewoon zo... Daar krijg ik gewoon kippenvel van als ik er weer aan denk. Want... Welke film? Nee, het is niet de film. Het is een serie. Er zijn zo'n 5 Star Wars Clone Wars. Laatste aflevering. En even wanneer... Het is gewoon niet eerlijk wat daar gebeurt. Gewoon echt niet eerlijk. Waardoor... Ja, ik ga niet al te veel zeggen, maar... Hier kunnen we waarschijnlijk over een maand over spreken. Waar we het dan wel eens over hebben, maar... Ik moest toen als eerste voor in heel Star Wars huilen. Dat was ook de laatste keer. Ik vond het gewoon zo zielig en zo ik jammer. Ik zie Remco eigenlijk ook best wel gewoon... in de bank zitten te huilen en opeens een zus zo... Gast, what the fuck doe je? Nee, gewoon één traan. Dat was gewoon even een paar tranen en gewoon... Ja, ik vond het gewoon fucking zielig. Dus is me trouwens ook uit, stond erbij. Zo, oké, ja. En episode 2 heb ik al gezien. Een film. Heel veel op elkaar. Dat zeker. En wel duidelijk, zeg maar, wat er gaande is. Zeg maar. Ja. En Dirk, wat dat van reken. Ik zeg het wel even. We nemen een podcast op. Weer. Dan mogen je toch een horen. Mag ik meedoen? Nee. Maar goed. ja, het was wel niet de slechtste film die ik tot nu toe heb gezien. Maar ik vond ook weer niet de beste. Allee. Nee, dat klopt. Ja, ik heb maar 2 film gezien, dus de 1. Oh, hallo iedereen. Ja, jullie zien het. Gaat Dirk zich gooi. Jij wou wel zeggen? Of kan je niet typen en praten terwijl ik kan hem niet kicken, verdomme. Hij kan ook goed het aan die podcast schrijven. Hij zegt podcast. Nee, ik wou hem kicken, maar jammer. Maar goed, het is niet echt de beste en slechtste film. Ik heb...
Maar ik ga het op de TV chronologische volgorde kijken. Op vandaag beginnen aan de Clone Wars Animated Series. Ja, dus eerst de serie, of eerst de film dan naar de serie, toch? Ja, eerst die film, dan de serie, ja. En dan episode 3. Moet ik mijn lijstje weer bijpakken, even kijken. Ja, episode 3, Revenge of the Sith. Dan episode 3, dan Solo, dan Rebels, dan Rogue One, New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Dan hoop ik dat ik de Mandalorian ergens tussen kan pikken. Nou, anders kijk ik daarna Resistance, en daarna 7, 8 en 9. En het leuke is, vind ik zelf, dat zelf zul je merken dat als je Clone Wars einde hebt gezien, dat die heel mooi in film 3 inloopt. Gewoon heel mooi zo, ander perspectief, soort van. Afgezien dan van het manier van inzetten, hè? Al geanimeerd naar echt. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja, ik zeker. Natuurlijk, het seizoen is nog niet afgelopen, dus ik ben ook benieuwd hoe ze er nu nog verder gaan. Er zijn nog 3 afleveringen. Die afleveringen zijn ook een half uur, dus iets langer. Maar het is gewoon... Oh, de eerste aflevering van zeg maar, de 4 delen over de Mandalore, dus een planeet. En dat gaat het eigenlijk best wel erg om. Dat is de... Baby Yoda, baby, baby Yoda. Nee, die is er nog niet. Die is er nog niet. Zeg maar, ze spraken in de Mandalorian over The Siege of Mandalore. En dat komt dus in Star Wars The Clone Wars, het laatste seizoen. Dat is wel grappig dat het zo overloopt. Wat goed over nagedacht. George Lucas. Nee, die is geleid dan niet meer. Hè? Dave Filoni en andere paar. J.J. Abrams, Rian Johnson. Zie je mij boeien? Nee, maar het is wel belangrijk om te weten. Want je maakt daar een hele grote fout. Oh. George Lucas. Ik vind dat George Lucas gewoon heel goed het heeft gedaan. Ja, hij is wel eventjes terug. En hij doet een paar afleveringen van Mandalorian. Doet hij regisseren. Maar voor de rest zijn hij niet de hoofdregisseur. Gewoon het enige ding waar ik me aan erger... Is dat een nieuw hoop en al 4, 5, 6, dat die eerder zijn opgenomen. Ik kan dat gewoon niet. Ja, maar het boeit het niet zoveel. Kijk gewoon. Maar op zich zijn die, voor die tijd echt goed. Over C-3PO, hè, die man die in het kostuum en de voice actor. Daar weet ik heel veel van door documentaires. En ik ken ik ken de acteur zelf ook. Ik die echt niet persoonlijk, maar ik heb wel eens vaker voor zien komen. En dan vind ik het gek dat kijkje nummer 1... En dan heb je dus een beginachtig iets van een ene C-3PO en R2-D2. R2-D2. En dan ga je... R2-D2, sorry. En dan ga je eigenlijk over na... Dan pas ga je erover nadenken van... die films waar ze eigenlijk pas echt in volgekomen... Is allemaal eerder gedaan. Want ook grote spoilers... Obi-Wan Kenobi die zegt in Een Nieuwe Hoop... Dat Luke's vader, Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader... Darth Vader, hoe je dat wil zeggen, geen ene reet. Dat hij vermoord is door Darth Vader. Mm-hmm. En dan blijf ik, dan zit je echt een beetje van, oh, oké. Dus ze hebben in principe een nieuwe hoop. Hebben ze allemaal karakters gecreëerd en backstory. Nep en echt. En die hebben ze in de eerdere film... Nee, ik ben weer terug. Ik moet zijn naar de spannen, dat lukt niet. En in de eerdere films hebben ze dat... Dus erin moeten verwerken. Klopt. En ik vind dat altijd gewoon heel leuk. Tegelijkertijd heel disturbing, maar tegelijkertijd ook weer heel goed bedacht. Van oké, ze hebben dus letterlijk gewoon een bekende of een bestaande film. Daar hebben ze gewoon fucking prequel op gemaakt. Ik vind dat altijd gewoon heel doordenkend. Mm-hmm. Als het benoemd wordt. Wat ik vooral heel vet vond, dat ze zelfs in film 4 over de Clone Wars hadden. Dat het toen al een ding was. Gewoon even één klein zinnetje hadden ze erover. Zo zegt Obi-Wan Kenobi tegen Luke. Yeah, your father fought in the Clone Wars. En dan, dat was het enige daarover. Maar dat is wel maar dat was dus allemaal in volgplanning. En het enige wat ze daarna hoefden te doen was... Oké, iets met een Clone Wars. Nou, mensen, breng ideeën en we gaan... Nou, dat is niet zozeer, maar... Nee, maar zo kun je het ook zeggen. Dat klopt. Dus ik vind het echt dat de mensen van Star Wars applausje waard. Zeker. Maar waar waren we gebleven? Film nergens. 3. Heb ik nog niet gekeken. Nee, maar ze hebben ook niet overveel over zeggen. Ik denk dat jij wel weet wat de grootste gebeurtenis is in die film. Ja. En ik kan door midden, net als dat af. Wacht, wie zei dat? Die zijn midden. Je hebt de echt. Wie door de midden?
Anakin. Oh, wacht. Oh, ik moest even... Oh, ja, ja. En was de grootste... Ik ken Remco. Was de grootste, ja, gebeurtenis daar, in die film. De kinderen! Oké, oh. Ja, Order 66. En... Dat is, oh ja, Order 66. Dat is echt de hele... Dat is echt... Daar krijg je elke kippenvel van, vind ik. Elke keer. Vind ik dan. Jij hebt het toen nog niet gezien, zeg maar. Maar als je het ziet, ja, die muziek... ik heb het meestal gezien. En dan... Internet is niet veilig voor dit soort dingen. Nee. Nee. Nou, dus dat is als je al zoekt op de Star Wars film, dan krijg je al 6 fragmenten van de hele film. Mm-hmm. Maar goed, nummer 4. A New Hope. Nee, nee, we missen iets. We missen Rogue One, Rebels en Solo. Daar ken ik eigenlijk ook helemaal niks van. Afgezien dat bij Solo... Met zijn nieuwe robotbenen. Zijn nieuwe robotbenen? Ja, Darth Maul heeft er een Solo gekke robotbenen. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, klopt. Remco. Ja, maar die viel weg. Dus daarvan even wachten. Bedoel je nou Anakin of doe je nou iemand anders? Ja, Discord. Echt geweldig. Ja, gebruik het als je niet wil opnemen. Ja. Maar goed. Ik ga wel gewoon naar episode 4. Ja, een nieuw hoop. Dat vertel ik even iets wat ik nog wil doen. Zoveel dingen gewoon. Oké. Okay. Luke en Leia hebben iets. Zijn dus. Of zo. Obi-Wan Kenobi is met de slechtste manier ooit doodgegaan. Tikkie, poef, weg. Hé, hij is weg. Dat was het destijds, hè? Even tegenaan trappen. Leeft hij nog? Oh, hij is er niet meer. Wat gek. Dat was wel even een raar, ja. En ja. Dat, oh, dat was helemaal vergeten te zeggen tegen jou. Wat? Ik wou zeggen nog tegen jou dat in episode 1, dus de eerste, die potrace, hè. De geluiden, ik hield ervan. Ik genoot echt van de... van die scène. Oké. Okay. Ik vond het echt prachtig. Echt prachtig. Nice. Oh, die kan ik wel echt niet aan doen. Gadverdamme. Wel. Film 5? Empire Strikes Back? Yep. Geen commentaar. Zelf zou ik zeggen... Daar weet ik heel weinig van, behalve Yoda, volgens mij, is dat die? Mhm. Ik ga Daar is hij zo... Merk zo'n irritante Yoda. Dus bereid je voor, hij is heel anders. Ja. Vergeleken met 1, 2, 3. Ja, die zijn ook later opgenomen. Mhm. Nou, 6. Is 6 van Luke's vader, of is dat al een nieuw hoofd, of wat? Dat is 5. Oh, in 5 is het Luke, I'm your father. Ja. Oké, en waar dient 6 voor? Ja, zeg maar... Anakin's lot. Hij zou Balance of the Force brengen. In zijn enigszins gelukt ook weer niet, want Palpatine leefde nog. Spoiler, ja. Boeien. Nee, hij leefde toch niet? Zijn ziel... Ja, oké, dat klopt, want inderdaad... Hij had al clones van tevoren gemaakt. Hij wist wat dat ging gebeuren. Hij kon zijn essence verplaatsen in andere lichamen. Ja, ja. Zoiets. Ik ken het niet helemaal. Maar goed, dat was nummer 6. Lijkt mij, dan hè. Mm-hmm. Even kijken. Naar nummer 7, The Force Awakens. Ja, daar hebben we nummer 7, The Force Awakens. Daar weet ik niks uit. Wat ik zelf vond, heerlijk om Star Wars weer opnieuw te beleven, maar dat je zelf ook niks meer wist. Dat je zelf gewoon niks wist. Ja, kijk, 34 jaar na A New Hope speelt er net af. Mm-hmm. Dus iets van 30 jaar na de Return of the Jedi? Klopt. Zoiets, dacht ik. Ja, precies 30 jaar daarna. Ja, ik weet vooral dat er 4 jaar tussen zit tussen die... En ook een Empire Star Wars... Of... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar Last Jedi ook... Volgens mij is Last Jedi dat Luke gevonden wordt? Of? Mm-hmm. En de slechtste film... Volgens heel veel mensen uit de hele Star Wars saga. Skywalker nummer saga. Nummer 9? Excuus. Ja. The Rise of Skywalker. Ja. Ik weet er helemaal niks van. Ik zou zeggen, hou eens op. Rise is toch met Palpatine, zijn geest. Mm-hmm. En ik zou zeggen... Ik heb daar iets om met te melden. Wel. Oh. Zeg jij eerst maar, daarna meld ik mij. Verwacht wel heel veel over... Ja, we moeten heel veel sterke wapens in de laatste trilogie. Film 1 heeft een dik wapen, film 2 en film 3.
Oké, okay, film 1 pakt, of film 1 van de zeg maar, laatste trilogie. Ja. Die heeft een heel dik wapen. Dan 2 terug wel dik. En de laatste, ja, wel oké, maar ze is dik. Dus het is iets minder elke keer. Maar wel elke keer een super weapon. Dus bereid je voor dat het wel eventjes over. Ja. En ze zijn allemaal dik omdat ze allemaal naar de Burger King gaan? Waarom zijn ze dik? Ja, dik zo van, ze kunnen heel veel doen. En dus heel veel. Boom. Ja. Ja, wijn erop. Ja, die gaat wat van jij zeggen. Al zou u toch al nummer 9 gezien hebben. En in plaats van Remco heb je ook Avengers Endgame gezien. Ik vind het gestolen. Op het eind van Avengers Endgame zegt Thanos: I am inevitable. En dan denkt hij dat hij gaat winnen. En dan zegt Iron Man: I am Iron Man. Gewonnen. De Rise of Skywalker, nummer 9. I am all the Sith. Denkt hij dat hij gaat winnen? Kom Rey aan, I am all the Jedi. Dubbele lightsaber en... gedegen. Kan puur aan mij liggen, maar... I am inevitable, I am all the Sith. I am Iron Man, I'm all the Jedi. Snap je? Snap je. En omdat die film later... of fragmentstuk is ook later uitgekomen dan Endgame en gemaakt... Denk ik. Vind ik het afgenomen. Vind ik het gestolen. Ja, of dus, ja. Ja, je weet het eigenlijk nooit, maar ik denk het ook inderdaad. Je weet ook nooit wat is eerder opgenomen, wat is later opgenomen. Nee, dat kun je nooit weten. Vooral bij Marvel weet je dat niet. Als je bij Marvel werkt, krijg je 6 scripts. Nee, dat is serieus. Tom Holland, die speelt Peter Parker Spider-Man, die kreeg voor mij iets van 4 scripts of zo. En uiteindelijk hoeft hij er maar eentje echt te kennen voor Infinity. Ah. Jesus Christ. Hoe heet het dus veel? In ieder geval, we hadden een paar dingen overgeslagen uit de Star Wars Skywalker saga. Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat de podcast duurde nog. In ieder geval, nee, het maakt niet uit. Het mag iets langer duren dan de vorige keer. Okay. We hadden dus gemist Solo. Leuke Solo, film. Ja, die hebben we helemaal niet gemist. Oh, nee, wacht. Maar ik zou zeggen, ik had het niet gemist. Rook hadden we gemist. Ik zou zeggen, Solo, niet veel ervan verwachten. Niet te veel, zeg maar. Ik had er iets te veel van verwacht. Maar wel leuk. Rogue One. Ja, wel gewoon vet. Begin zou je denken, ik kan wel nu wel gaan beginnen voor mijn gevoel. Mist iets. Uiteindelijk heeft het wel iets wat vet is. Het grappige is, het is zeg maar de hoofdslechterik, of een hoofdinspecteur in die film. Heb ik die film gezien, daar ging ik een serie kijken waar hij toevallig ook in zat. Gezien, maar dan... En dan nog Rebels. Star Wars, Clone Wars en Rebels zijn eigenlijk twee aparte, of zijn eigenlijk de twee die bij elkaar horen. Natuurlijk zitten ze iets meer jaar uit elkaar. Ja, maar ik zag altijd Rebels op Disney XD en ik dacht altijd, piepshow. Ja, ik ook, maar totdat ik het eigenlijk besefte van, oh, eigenlijk is het best goed verhaal. Te zeggen... Ja, maar ik had er maar 1 aflevering, dus ik zag altijd rotkarakter met zijn pukkenblauwe haren. Ik denk van, ga weg, ik bedoel gewoon. Toevallig ooit iemand gezien dat die witte en blauwe strepen had op een soort van kapselmanier? Ja. Nou, dan dus een soort van vrouw. Ja. Ja, die komt dus ook in Star Wars Clone Wars voor. En daar draait het dus eigenlijk niet helemaal om, maar wel een groot deel. Groot deel. Ik wil zeggen, dat zijn twee die... Eigenlijk je ook achter elkaar zou kunnen kijken, maar ik zou zeggen, kijk gewoon eerst inderdaad die film gewoon op de volgorde die ik heb aangegeven. Nou, we gooien wel even een linkje in de beschrijving. En dan heb je, als het goed is, heb je de films in chronologische volgorde, films op release datum, de machete volgorde, oftewel de volgorde specifiek gebaseerd op Luke Skywalker, de ultieme Star Wars kijkvolgen volgorde, dat is degene die ik nou aan het doen ben. En wat je al kan streamen. En gerangschikt op IMDb scores. Ja, ik zou zeggen, pak inderdaad die van DJ. Ja. Die is iets beter. En ja, iets meer uitgelegd. Dat is gewoon, dan zie je alles. Grotendeel, ja. Dus ik trouwens, als jij Resistance gaat kijken, ga ik het ook wel kijken. Want zelf als ik wat doe? Resistance ga kijken. Ik heb het zelf nog niet gekeken, omdat ik het... Ik ga hem wel kijken, ik ga die volgorde aanhouden. Iets te kinderachtig vond vergeleken met Rebels en Clone Wars. Maar alsnog, ik ga het toch gewoon proberen. Dat vind ik niet zo leuk.
Ja, maar dan, ik ga het gewoon nog proberen. Want ze zeggen wel dat op zich. Goed zo. Heel veel mensen zeggen ook van ja, Clone Wars is gewoon de beste van de drie animatieseries. Dat geloof ik zelf ook wel. Dat is gewoon de eerste en dat blijft de beste. Die is nog geregisseerd door George Lucas. Nee, Dave Filoni. Nooit door George Lucas. In het begin toch wel? Nee, altijd door Dave Filoni. Wikipedia, bitch! Het is echt altijd Dave Filoni geweest. Wikipedia, bij Wikipedia staat George Lucas, dacht ik. Maar hij heeft het niet gedaan. Wel een paar afleveringen, maar Dave Filoni is echt de hoofdregisseur. Ja, maar toch wel de ideeën van George Lucas was het dan? Ja, ja, maar Dave Filoni was de regisseur, ja. De hoofdregisseur van de serie. Ja, dat bedoel ik. In ieder geval, ik denk dat we richting het einde gaan van deze iets langere podcast. Ik weet niet in richting, ik denk dat we al bij de stoplichten staan. Ja, maar betekent dat je dan moet stoppen, je kan ook nog even doorrijden. Nou, politieagenten, als jullie ooit een auto zien... Nee, maar gewoon daarna, hè? Gewoon dus groen, oh, even doorrijden, dan ga ik later wel even stoppen. Ja, maar goed, staan we bij groen of staan we bij rood? Ik sta bij groen trouwens, ik sta bij groen concreet. In ieder geval, ik wou toch even voor één laatste ding hebben, en dat is, hou je comfortabel. Blijf gewoon lekker binnen, ga niet ergens heen waar je dus mensen kan besmetten, of ja, als je het hebt, dan je weet het niet. Maar gewoon, blijf binnen, dat is gewoon het beste wat je kan doen in deze tijd. Soft. En dan ben ik serieus, en ik weet wat die zei, dat was gewoon... Ja, nee, ik vind ook gewoon, kijk uit, let op de jongeren, let op de ouderen, vooral op de ouderen. Wees geen Anakin. Wat? Anakin die kilt kindjes. Ja. Ga niet kindjes vermoorden. In ieder geval, slechte dit... grap. Ja. Dit was oh, de ik podcast. Doe de outro, ik doe de outro wel even. Het is geen domme. Ja, is goed. Jongens en meisjes, dames en heren. Dankjewel voor het kijken naar de tweede aflevering van de Koveg podcast. Like en abonneer natuurlijk op het YouTube kanaal van Remco, oftewel CoGames. Ga naar zijn Instagram en volg hem. Check alle linkjes beneden in de beschrijving. En wat zeggen we dan, Remco? Zoals altijd is later en joejoe. Later en joejoe.